Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen wat al heel lang op mijn bucketlist staat en wat ik nog nooit eerder in mijn leven heb gedaan. Ik ga namelijk business class vliegen. Op dit moment zijn wij, en met wij bedoel ik Richie en ik, daar is Rich, zijn wij in de lounge van de Garuda Lounge op Denpasar, Bali. En we gaan straks naar huis vliegen. En de reden waarom we nu business class vliegen is omdat we de mogelijkheid kregen om een upgrade te doen. En hierbij wil ik nog eventjes zeggen dat het niet gekregen of gesponsord is. We hebben het helemaal zelf betaald. We hadden al van tevoren research gedaan hoeveel een upgrade zou zijn. En een upgrade was dan iets van €5000 voor een retour. Dus van Amsterdam naar Bali en Bali naar Amsterdam. Dat is pittig veel geld. Maar nu hebben we kunnen fixen, of nou ja, was er een aanbod van... voor €429 pp enkeltje voor de upgrade. Nog aardig wat geld, maar ik dacht, dit is een kans die ik wil grijpen. Dus ja, ik ga dit avontuur en wat ik ervan ga vinden, wat Rits hiervan vindt denk ik, ga ik vastleggen. Ook voor mezelf om later terug te kijken, maar ook hoe ik als gewoon een doorsnee twintiger... zoiets meemaakt. Waar ik ook mega enthousiast over ben is dat je in deze lounge de mogelijkheid krijgt om te gaan dineren. Ze hebben een best wel uitgebreid buffet met wat warme etenswaren en ook toetjes. Omdat Richie en ik van tevoren al best wel wat research hadden gedaan, wisten we al wat ons te wachten stond. Nou, bij binnenkomst kregen we een drankje en we hadden voor champagne gekozen, want we dachten ja, het is feest. En daarna kregen we een toilettasje, een soort van goodiebag met dingen die je eigenlijk nodig hebt tijdens de vlucht. Dus een slaapmasker, sokken, crèmetje, lippenbalsem en een tandenborstel en tandpasta. Dopjes. Tandpasta. Een borstel. Heel chill omdat ze zo'n kapje om hebben, want dit vind ik ook heel erg fijn. Een pennetje. En ook deze twee. Misschien vind ik dit nog wel het leukste van allemaal. Nice. Naast dat, wat ook echt super fijn was, kregen we een doekje. En bij economy class krijg je een doekje in een zakje. En dat doekje is koud, ook lekker verfrissend. Maar het doekje in business class is lekker warm en opgerold. En het is sowieso heel erg fijn om je gezicht een beetje op te frissen. Normaal gesproken heb ik zelf ook make-up doekjes mee, maar dit is toch wel... een extraatje waar ik van geniet. Dan het leukste van allemaal, althans dat vind ik, is de stoel zelf. Heel veel beenruimte. Ik voel de luxe wel hoor, dit. Ja, ik ook wel. Achter mijn stoel hebben we een lampje en knopjes voor mijn stoelpositie. Dus dan kan ik liggen en zitten. Dan hebben we allemaal inputs. Dus ik kan mijn telefoon opladen, eventueel andere dingen. Een headset, een noise cancelling headset. Dan hebben we hier een kussen, wat super fijn is. Opbergruimte, dat is mooi, want dan kan ik mijn bril daar straks neerleggen als ik ga slapen. Een hele grote touchscreen, dit is mijn hand en dat is het scherm. Daar kan ik eventueel mijn voet op leggen, maar ik kom er niet eens bij, zeg maar, op zitpositie. En jij Rits? Jij wel. Ik zweef met mijn voeten. Wat hebben we nog meer? Ik heb geen idee wat dit kan zijn. Dat is ik vind het doodeng. Wat is dat? Dat is dinges. Oh, het tafeltje. Dat is een tafel. Dat is een tafel. Oké. Dan hebben we hier knopjes voor je stoelpositie. Nou, ik ga nu nog niet op klikken, want volgens mij kan je ook nog niks. Hoe zit jij eigenlijk in die stoel? Want in economy zat je best wel strak. Ik zit wel lekker toe, hoor. Ja, heb je nog best wel wat ruimte? Ja. Ja, ik heb nog best wel. Nice. Oké, we gaan verder met de tour. We hebben hier een soort van afstandsbedieningetje. En Rits zei net tegen mij dat hij het een beetje op een PSP vindt lijken. Maar hiermee kan je dus een leuke tv'tje besturen. Iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt en waar ik ook een klein beetje van schrok op een positieve manier, is dat de piloot ons een handje kwam geven. Hij stelde zich voor, hij kwam een praatje met ons maken. En dat was heel erg leuk. En toevallig had ik toen mijn camera aanstaan. Welkom aan boord. Dankjewel. Spreekt u Nederlands? Ja. Want kijk eens aan. Dag, Rik Schening. Dag, Rik Schening. Je gaat terug naar huis? Ja, zeker. Vakantie of werk? Vakantie. Ja. En leuk gaan met die dag allebei. Ja, dat sowieso. Ja, dit is onze eerste keer business class. Oh, kijk aan. Ja, dat is helemaal fantastisch. Ja, om de dag te sluiten dachten we... Maar hebben jullie dit al geboekt van tevoren of later pas? Later. Dit was een upgrade. Oh, oké. Nou, prima. Ben je eerder op deze stoelen in aanraking geweest of niet? Net net vanaf Bali naar Singapore. Ah, oké. En je kan ze helemaal vlak leggen. Ja. Je kan eigenlijk gewoon slapen als in een bed. Het is niet zo breed als een bed. Het is beter dan de krant achterin zitten. Helemaal met zijn lange benen zit al wat makkelijker. Ik wens jullie alvast een hele goede vlucht. Ja, dank u wel. Over het algemeen vind ik vliegtuigvoedsel best wel chill. Sommige mensen vinden het helemaal niks, maar ik vind het gewoon prima te doen. Ik was best wel benieuwd hoe ik het dineren, het ontbijten in business class zou ervaren. Nou, ik was mega enthousiast. Het begon allemaal al met het kopje van mijn thee. Ik dacht even van, normaal gesproken krijg je dit in een plastic papieren bekertje. Maar dit is gewoon een mok. Een mok. Hoe extra wil je zijn? Nou, ik vond het al super leuk eruit zien. En het zijn gewoon die kleine extraatjes die het verschil gewoon wel echt maken. Dan het diner zelf. We kregen eerst een menukaart en daarop stond wat er beschikbaar was. En je kon een keuze maken tussen twee dingen als het goed is. En als je je keuze had gemaakt werd je tafeltje gedekt met een kleedje. En dan kreeg je een dienblad met alles erop. Dit is wat ik heb. Ik heb de beef gekozen. Het ziet er wel lekker uit. En we hebben hier het voorgerecht. Ik weet niet precies wat het was. Maar dat is een Sabrina. Met kaas en biet. Hier hebben we een soort toetje. Het ziet er allemaal lekker uit. Broodje. Ik heb een wijntje en een San Pellegrino. En dat ga ik eten tijdens een film. Ik heb de vis met curry en nog een groente en rijst. Dit is het toetje. Van cheesecake-achtig iets. En dit is het voorgerechtje. Bieten met kaas. En nu zullen we zien, het ruikt in ieder geval heel erg lekker. In totaal hadden we 3 gerechten, want onze eerste vlucht was vanaf Denpasar naar Singapore. Daar hadden we een korte tussenstop. En van Singapore naar Amsterdam hadden we 2 gerechten. Naast het lekkere eten en gewoon de chille service hadden we ook entertainment. Voor mij had ik een heel groot scherm en ik keek voornamelijk films erop. Niet de hele vlucht, want we vlogen in de nacht. Dus ik wilde ook gewoon een beetje slapen. Maar ongeveer in het begin en aan het eind van de vlucht heb ik wel wat films gekeken. En ik ben er ook tijdens een film in slaap gevallen. Dat vind ik wel chill, want dan doe ik gewoon mijn koptelefoon op. En dan lig ik onderuit. Dan kijk ik een film en val ik in slaap. En de koptelefoon vond ik echt heel erg fijn. Want hij had noise cancelling. En dat houdt in dat hij het geluid van buitenaf gewoon cancelt. Of nou ja, vermindert. Ik merkte direct het verschil als ik hem op of af had. Ik had hem liever gewoon op. Want ik hoorde dan veel minder het vliegtuiggeluid. En dat was gewoon ook wat fijner voor mijn oren. Mocht je met het vliegtuig gaan, dan is mijn tip: neem een koptelefoon mee met noise cancelling. Ik voelde me op de een of andere manier toch wel wat specialer tijdens deze vlucht. Want op het einde, voordat we gingen landen, kregen we nog een klein cadeautje. Namelijk een klein Delfthuisje. Naast dat het huisje super leuk eruit ziet, zit er ook drank in. En elke business class passagier krijgt er een. De stewardess komt dan aan met een dienblad met al die huisjes. En dan kan je zelf er eentje uitkiezen. En ik heb nummer 1. Het klinkt eigenlijk niet zoveelzeggend, maar de stewardess zei van die is bijna nooit op voorraad, dus neem die. Dus ik dacht oké. Ik neem hem maar. En Richie heeft er ook een. En dat is toch wel een soort van souvenirtje van deze hele reis. Nou, de eindconclusie van de reis. Ik vond het heel erg fijn om een keer met business class te vliegen. Helemaal omdat je heel comfortabel kan zitten, kan liggen. Je hebt iets meer ruimte. Helemaal voor zo'n lange vlucht. Want we zaten 17 uur in de lucht. Kijk, voor mij was dat een pluspunt, omdat ik lekker lang uit kon liggen. Richie kon dat niet. Hij vond het wel wat prettiger dan economy class qua ruimte. Want hij zat bij economy heel erg strak in de stoel. En je kon geen kant op en hier kon hij wel wat bewegen. Dus ja, qua comfort is business class echt nice. Qua service is het ook gewoon prima. Maar we hebben heel weinig meegekregen omdat we dus in de nacht vlogen. Normaal gesproken is het licht dan aan. En dan zie je de stewardessen best wel regelmatig heen en weer lopen. Maar ja, als je grotendeels van de vlucht slaapt, dan krijg je dat niet echt mee. Maar het was wel heel erg top, heel erg vriendelijk. Gewoon wat ik van een stewardess verwacht. Normaal gesproken zijn de prijzen van business class echt mega hoog. Wat ik zei, tussen de 4000 euro als je zo'n lange vlucht wil maken. Helemaal in het hoogseizoen. Ik weet niet hoe het in het laagseizoen is. We hebben dus voor onze upgrade 400 euro betaald. Wat nog steeds veel geld is. Maar wat ik wel heb gemerkt tijdens deze vlucht is dat voornamelijk mensen die echt zakelijk reizen in de business class zitten. Dus de kans is groot dat die mensen al punten hebben gespaard. Dat ze een Flying Blue member zijn. Dus dat ze heel vaak met KLM vliegen. Waardoor ze of gratis een upgrade krijgen. Of vanuit een bedrijf een upgrade krijgen. Maar ik vind het niet 4000 euro waard. Wel 400 euro waard. Want ja, voor een keertje is dat niet erg. Maar ik denk dat het veel chiller zou zijn als je het zou krijgen, dan dat je er zelf heel veel geld aan uitgeeft. Ik ben ook benieuwd hoe de andere business class stoelen en service eruit ziet van andere vliegtuigmaatschappijen. Wie weet gaat dat ooit in het leven gebeuren. You never know. Ik vond het helemaal niet verkeerd om daar 16, 17 uur te zitten. Ik hoop dat jullie deze ervaring video ook leuk vonden om te zien. Dat jullie het misschien wel informatief vonden. Mocht je vragen hebben over mijn ervaring ermee, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Dan probeer ik daar antwoord op te geven. En ik ben ook benieuwd, heb jij een keer business class gevlogen of lijkt het je leuk om een keer business class te vliegen? Laat me het vooral weten. Ik ben daar ook nieuwsgierig naar. Nou, dit kan ik ook weer van mijn bucketlist afstrepen. Ik vond het heel erg leuk om dit meegemaakt te hebben en om deze video te maken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!